Welkom bij het Eva Weekjournaal. Met vandaag. Theater, het nieuwe normaal. Expositie, portretfoto's. Fotografen gezocht voor Vredesweek. Mannenzaal weer open. Theater, het nieuwe normaal, is abrupt gestopt in mei. Gelukkig kun je nu weer genieten van mooie voorstellingen. Wij zijn op dit moment op de Dodeweg nummer 6, Leuzerend, ook wel genoemd. En we staan bij het nieuwe Normaal Theater. Ik vuur geen tenten meer op het moment vanwege het welbekende virus. En daarom heb ik bedacht om een theater te bouwen met mijn eigen tenten. En dat staat hier. Het bijzondere van deze tent is, zoals die is ingericht, we hebben een middenpodium, dat is een zeskantige tent eigenlijk. En daaromheen hebben we 6 kleinere zaaltjes gezet van 5 bij 5 meter. En die zaaltjes zijn weer ingedeeld in 8 loges met spatschermpjes ertussen. En zo kun je toch naast elkaar zitten, maar er zit een spatscherm tussen jou en je buurman. En 3 meter achter jou zit pas de volgende rij, dus je hebt altijd 1,5 meter om afstand te houden. En het leuke hieraan is dat je relatief dicht op de speler zit. En de speler zit relatief dicht op de bezoeker. Daardoor krijg je een heel knus verhaal. En dat is op dit moment, denk ik, uniek in Nederland. We hebben nu zo'n beetje, ik denk een voorstelling of 30 hebben we wel staan. Voor deze maand en de eerste 3 weken van september. En we hebben van allerlei soorten voorstellingen. We hebben namelijk volgende week hebben we hier 4 dagen lang opera. Maar we hebben ook kindervoorstellingen. We hebben veel cabaret. We hebben zangers, zangeressen, bandjes, noem maar op. We hebben eigenlijk alles. Dus voor iedereen is er wel wat leuks. Vanaf baby's, van 0 tot 2 hebben we concerten. Maar we hebben ook klassiek op zondag. Weer voor een wat ouder publiek. Dus ja, je kunt alle kanten op. En wat het leuke is namelijk, is dat we hier langs de rand van een bos staan. En in een bos is het altijd ietsje koeler als op andere plekken in Nederland. Bijvoorbeeld op een strand of op straat. Hier is het wat koeler. En we hebben de tent ook zo geplaatst onder de bomen dat we zoveel mogelijk schaduw creëren. En daardoor kan het soms wel eens 10 graden schelen midden in de stad. Of hier, in de stad 33, hier 23 in de tent. De tent waait een beetje door, de wandjes moeten natuurlijk openstaan. Daardoor waait de tent lekker door. En zit je gewoon heerlijk, ook al is het buiten 33 graden, zit je hier s'avonds nog met een lekker koud drankje rustig een voorstelling te kijken. Ja, ik denk dat hier voor de regio Amersfoort het leukste uitje staat wat er op dit moment te vinden is. Ja, wij hebben op dit moment een grote portrettenexpositie, fotografie en beeldende kunst. En het bijzondere daarvan is dat alle fotografen die daar werk opgehangen hebben, die zijn geïnspireerd door 1 hele beroemde Duitse fotograaf. Die fotograaf heet August Sander en die leefde in de vorige eeuw, tot 1960. En die heeft eigenlijk zoveel indruk gemaakt met zijn manier van fotograferen, dat heel veel mensen, ook jonge mensen op dit moment, zeggen, hij is eigenlijk mijn grote voorbeeld. Het bijzondere van August Sander is dat hij niet zomaar wat portretten van mensen maakte, maar dat hij eigenlijk, hij leefde in Duitsland, de hele Duitse samenleving in beeld wilde brengen. Dus hij heeft allerlei soorten mensen in beroepen gefotografeerd, echt in hun omgeving gefotografeerd, zodat je eigenlijk bijna een soort encyclopedie krijgt van hoe Duitsland er in de vorige eeuw uitzag. Dus je ziet boeren op het boerenland, je ziet een notaris plechtig achter zijn bureau, je ziet een secretaresse, heel modieus, in de kantoor. Je ziet een tandarts, je ziet een banketbakker, je ziet een landarbeider. Echt een heel scala van mensen die in hun beroep gefotografeerd zijn. Er zijn 10 fotografen die naast August Sander exposeren. Hè. Dus we hebben een aantal van zijn foto's in de expositie hangen. Daarnaast hebben we 10 andere.
En die 10 anderen die zijn eigenlijk ook allemaal bezig om, ik zal maar zeggen, hele waarheidsgetrouwe beelden te maken. Dus niet mooi opgepoetste foto's van mooi gemaakte mensen, zoals je dat op dit moment zou doen. Maar eigenlijk zo reëel mogelijk mensen af te beelden. En ook weer in de situatie waarin ze leven en werken. Wij zijn, de expositie in het Rietveldpaviljoen is iedere donderdag tot en met zondag geopend. Vanaf 12 uur 's middags. Je moet reserveren, helemaal coronaproof, via 033fotostad.com. Dus daar kun je een tijdslot van een uur reserveren. En dan zie je eigenlijk 6 Amersfoortse fotografen en 4 grote landelijk bekende fotografen naast August Sander. Dus het is eigenlijk één grote hal vol met portretten. En dan vergeet ik bijna nog te vertellen dat er ook nog 3 beeldende kunstenaars beeldhouwwerken en draadportretten en keramiek hebben neergezet. Dus het is eigenlijk een combinatie van allerlei soorten van met portretten van mensen bezig zijn. In het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof proberen wij eigenlijk iedere 2 maanden een andere vorm van fotografie samen met beeldende kunst in de schijnwerpers te zetten. Dus vorige keer was dat landschapsfotografie en de keer daarvoor was het architectuurfotografie. En dit najaar hebben we een grote expositie met wat dan heet journalistieke fotografie. Documentair heet dat ook wel. Dus we proberen eigenlijk om beurt de verschillende vormen van fotografie aan bod te laten komen. En steeds eigenlijk op een bijzondere manier via een expositie van landelijke kopstukken en plaatselijke talenten. De expositie is te bekijken iedere donderdag tot en met zondag tot en met 20 september. Dus je kunt nog meer dan een maand terecht ieder weekend om langs te komen bij ons. Maar je moet wel van tevoren aangeven dat je komt. En de toegangsprijs is €3,50. Wat voor de Amersfoortse fotografen een enorme opsteker is, om met dat soort beroemdheden als Koos Breukel, Eddie Postuma de Boer, Hans de Kort, Tessa Postuma de Boer, dat zijn echt de fotografen van de Nederlandse media op dit moment, de portretfotografen, om samen met hen te exposeren. En ja, dat maakt natuurlijk voor de Amersfoort dus de zaak ontzettend interessant om op die manier mee te liften, ook in de publiciteit. Deze tentoonstelling bijvoorbeeld wordt werkelijk in alle fotobladen op dit moment vermeld. En daar zijn we best trots op. Voor de Vredesweek in september goed te kunnen verlopen, zoekt de ambassade van Vrede fotografen of fotoclubs die bestaande foto's en het thema Vrede willen tentoonstellen. De ambassade voor Vrede maakt deel uit van de organisatie PAX. Die hebben hun hoofdkantoor in Utrecht zitten. Vele mensen die zullen Pax nog kennen onder hun oude naam, Pax Christi. Er zijn dus lokale afdelingen, hier in Amersfoort ook. Die wordt hier in Amersfoort gevormd door een aantal kerkelijke genootschappen en Amnesty International. En die organiseren dus in de Vredesweek, dat is dit jaar van 19 tot 26 september, organiseren ze een aantal activiteiten op het gebied van vrede. Ieder jaar is er een ander thema. Dit jaar, voor 2020, is het thema Vrede verbindt verschil. Dus als je vrede sluit tussen diverse mensen van verschillende bevolkingsgroepen, mensen met hele verschillende achtergronden, en je treedt ze vriendelijk en open tegemoet zonder op elkaars verschillen te letten, dan kun je samenwerken en dan kun je samen tot resultaten komen die wederzijds misschien voordeel betekenen. Het thema Vrede verbindt verschil is landelijk gekozen. En er zijn dus in heel veel steden en dorpjes zijn ambassades van vrede. En die gaan allemaal met dit thema aan de slag, alleen ieder op zijn eigen wijze en met de mogelijkheden die ze daar ter plekke hebben. Maar het thema wordt dus niet door de lokale ambassades besloten, maar landelijk. We hebben geprobeerd een aantal fotoclubs te enthousiasmeren, maar ook een aantal
burger- of privé-fotografen. En die hebben we gevraagd van, kijk nou eens in je collectie die je thuis hebt staan. Zitten daar foto's bij die dit thema, vrede verbindt verschil, tot uitdrukking brengen? Heb je ze niet? Zou je in de korte tijd die er nu nog beschikbaar is tot de Vredesweek, zou je een aantal plaatjes voor ons willen schieten? En zou je die gedurende de Vredesweek en iets ruimer daaromheen aan ons ter beschikking willen stellen, zodat wij daar een expositie van kunnen maken? De mannenzaal is weer open, maar dan als museum. Er wordt geen levensspellen gehouden, maar je kan nog wel op een andere manier genieten van de historie van Amersfoort. Je bent hier in de mannenzaal. En de mannenzaal die is in gebruik geweest, deze prachtige zaal, tot en met 1907. En hier kun je een indruk krijgen van hoe het leven hier was in 1907. Hoe de mannen hier leefden, want die woonden dus ook echt hier. En wat ze zo de dag deden. Wat de mensen hier kunnen zien is hoe de bewoners van toen leefden. Je ziet hier de bedsteden. En iedereen die hier binnenkomt, die begint meteen van, oh, wat een kleine bedden, waren de mensen zo klein? Nee, de mensen waren niet zo heel erg klein. Alleen, ze sliepen hier half zittend. En daarom had je iets minder ruimte nodig. En bovendien, als je in de bedsteden kijkt, dan zie je dat de gordijntjes optisch wat kleiner maken. En als je om het hoekje kijkt, zie je dat het bed ook nog wel een klein stukje doorloopt. Dus het is niet zo erg als dat je hier ziet. En ze kunnen een praatje maken met de mannen in de zomer als we spelen. Je ziet hier heel wat oude attributen. En je ziet ook dat die mensen die hier binnenkwamen ook echt heel erg arm waren. Want ze hebben een kist en die kist is vaak niet eens helemaal gevuld met de persoonlijke spullen. En verder hadden de mannen gewoon helemaal niks. Hun kleding was zelfs van de regenten. De schoenen waren van de regenten. Alles was in feite van de regenten. Wat de mannen hier vooral ook waardeerden, is dat ze de regelmaat hadden van altijd een goede maaltijd. Want dat waren ze vaak helemaal niet gewend. En dat ze nou op een bepaalde tijd binnen moesten zijn, ja, dat vonden ze natuurlijk allemaal niet zo geslaagd. Maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Een vraag die heel veel gesteld wordt is van, zaten die mannen nou hier de hele dag binnen? Nee, die mannen zaten helemaal niet de hele dag binnen. Want met name met mooi weer gingen ze vaak kuieren in de stad. En ze wilden ook nog wel eens een centje bijverdienen. Want wat ik vertelde is dat ze uiteindelijk erg arm waren. Dus een centje bijverdienen, als je gezond bent, want zo waren ze ook, dan moet dat kunnen. Dus die gingen naar de haven en dan gingen ze in de haven gingen ze bijvoorbeeld helpen met turf lossen. Of ze gingen naar de landerijen. De stichting Pieter Bloklands Gasthuis heeft hele grote landerijen, of heel veel landerijen. En daar werd ook heel veel van ingemaakt en hier gegeten. Maar dat moest wel onkruidgebied, het moest gezaaid, het moest geoogst, afijn, noem maar op. Dus dan gingen ze ook een handje helpen. En dan kwamen ze met een paar centen thuis. En dan gingen ze nog wel eens hiernaast naar de turfton die er toen was. En daar werd dan wel eens een borreltje gedronken. Ja.
Dit was het EVA Weekjournaal van deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.